velletje. Je wil eigenlijk het niet opeten, want het zou gewoon een soort van vorm van cannibalisme zijn of zo. Maar waar laat ik het dan? Ja, vreet ik het dus dan gewoon op. Ik kan het ook wel gewoon uitspugen, maar ik ben degene die schoonmaakt, dus daar heb ik mezelf een beetje mee. Ja, want zo is de verdeling hier gemaakt. Mijn vriend kookt eten. Eet ook het grootste gedeelte op. Dus ik vind het zelf ja, een logisch gevolg. Weet je, je maakt het op, haal ook maar nieuw dan. En ik maak schoon. Nee, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Hij helpt ook met koken. Ik ben meer van de gerechten, echt iets uitproberen. Hij is meer van voedsel bereiden. Gewoon dat je maag kan vullen en zo. Wat je ook kan met karton. Maar hij doet wel even wat meer zijn best. Oh, nou trouwens, één keer ging hij wel iets proberen. Dat was ananas met kip en cashewnoten. En het klinkt nu echt heel erg lekker en... Ja, je krijgt trek ook er een beetje van misschien, als ik het zeg. Maar dat was niet hoe het afliep. Als ik nu mijn ontbijt zou uitkotsen, even op zou bakken met een maggieblokje, ik zweer het, was beter. Het was niet te kanen gewoon. Het was nog viezer dan het opvreten van je eigen placenta. Ik weet niet hoe dat proeft hoor, maar ik heb wel een beetje een fantasierijke bovenkamer. En ik kan me zo indenken dat dat misschien wel lekkerder was geweest. Mensen doen dat hè, hun eigen placenta zo wegstouwen. Of in de blender. Eww, hoezo doe je dat? Dat is echt super gezond. Er zitten allemaal mineralen en supergoeie eiwitten in. Dieren doen het ook. Dat is eigenlijk hartstikke logisch. Zo werkt de natuur. Ja, dieren ja. Die likken ook kassen aan schoon. Ja, maar je hebt gewoon, weet je, van die vochtige doekjes waar je gewoon met je poepetje gewoon heel erg schoon mee kan krijgen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, hou op. Kappen nou. Ho. Ga verder met het eten van je nageboorte. Stop met praten. Een of andere geitenwolle sok dragende Trien. Heb dat een keer gedaan. Die had niks in huis of zo. En die dacht, maar wel dit. Nog in de vriezer. Even opbakken. Grillen. Nee man, gewoon lekker zo. Hang, 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 hang. Eet gewoon een bakje meer kwark voor eiwitten. Doe niet zo raar. En ik maak dus schoon. Als je bij mij met een soft ijsje in het toilet staat. En je bolletje pleurt van je opelhoorn af. En hij valt op de pot. Nee, 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 nee. Hij schampt. De bril. En hij blijft zo liggen op dat tussenverdiepingje. Waar er zo'n beetje water in staat. Dan kun je bij mij gewoon nog je bolletje pakken. Het maakt niet uit. Nee man. Spik en span hier in huis. Zo bam. Terug. Gewoon verder gaan. Ik ben ook echt allergisch voor toiletten. Bij andere mensen thuis. Die een beetje zo'n gelig randje hebben. Waar het water zeg maar de pot aanraakt. Dan weet je. Hier is een tijdje geen doekje overheen gehaald. Waar de remsporen met kak zich al zijn gaan vermenigvuldigen. Natuurkunde heeft plaatsgevonden al. In die hele situatie. En ik... heb altijd de unieke gave dat ik moet scheiden op zo'n pot. Dat ik bij iemand thuis ben die helemaal niet aan iets van hygiëne doet, op welk gebied dan ook. Want mijn darmen werken niet op een soort van, ja, afgestemde wekker stopwatch. Nee, dat is zo eentje wanneer het alarm afgaat, dat je niet op snoes kan drukken. Maar dat is gewoon eentje die meteen zo... Ik moet meteen naar het toilet, broek uit, zitten, lozen en klaar. Het is ook heel snel gedaan, maar het is in één volle vaart eruit. Bijna twee drollen van maken met mijn stringetje. Mijn keutels die gaan gewoon door merg en been, wou ik zeggen. Dat klopt natuurlijk niet, want ze komen gewoon door mijn poepgat. Maar het komt. No stopping them now. Dus als je bij iemand thuis komt met zo'n ranzige pot, dan wil je toch eigenlijk al niet weten hoe het met de rest gesteld is. Ik bedoel ook lichamelijk, hè. Dan vraag ik me af, hoe ligt je mossel erbij dan? Ben je ook zo slordig in het schoonmaken van die? Als je in tijdnood zit, dan begrijp ik het wel. Want ik heb ook liever een vies putje in mijn gootsteen dan een smoetselig grot in mijn slip. Ja, zo is het ook. Maar je hebt van die vrouwen. Dat is trouwens diezelfde die haar eigen moederkoek opvreet. Dat is één en dezelfde persoon. Die zal je vertellen dat je vagina zelfreinigend is. Nee hoor, dat is niet waar. Doe maar eens even voor de grap. Ik geef je 2 weken. Als je vent dan nog niet weggelopen is, zal het wel je schaamhaar zijn wat spontaan van je doos afdondert. Je kan de klok gelijk opzetten dat het schimmelseizoen begonnen is. Hallo, Jezus, ligt er ergens een kadaver opgebaard? Natuurlijk is hij niet zelfreinigend. Ja, oké, ik snap heus wel dat je niet met een dweil naar binnen hoeft te gaan en eventjes moet gaan moppen. Ja, logisch. Maar uitwendig moet je wel, even doen hoor. Daar moet je wel controle over houden. Moet je strak opzitten zelfs. Ja, want één goede nacht doorhalen en een synthetisch slipje, het is niet, nee. Katoen is het best, weet je, dicht op de huid. Soms wil je ook wel eens iets van kant en een, ja, effect van een blote teen in een panty gebeuren. Je begrijpt me wel. Ik weet echt niet wat je bedoelt. Je behel, dat weet je donders goed. Met je kleffe tosti tussen je benen. Hou op nou. Sommige huishoudelijke dingen moet je niet door mannen laten doen. Kleren wassen. Ja, dat is iets wat internationaal, wereldwijd volgens mij bepaald is. Dat moet je gewoon lekker als vrouw zelf doen. En nu zullen homostelletjes denken van hoe... Wat zeg je allemaal? Want hoe gaan we dat doen dan? En dat weet ik ook niet. Sorry. Ik zou gewoon even uit handen geven.
Als je niet de intentie hebt om je hele garderobe te doneren aan Madure Dam, zou ik gewoon dat nooit aan je vent laten doen. Dat ze in één keer de kolder in hun kop krijgen van, ik moet per se dit shirt aan vanavond. Zogenaamd jou willen helpen. Door de was te gaan sorteren, was je kleurenblind. En dan ook nog eens een heel verkeerd programma te kiezen. En opeens is mijn kokerrok een zweetbandje van mijn pols. Bedankt. Ja, die had ik nog niet. Mooi man. Ja. Zit precies goed. Een taakje wat typisch wel weer voor de man is, de vuilnis wegbrengen. Ja, daar heb je gewoon een bepaalde kracht voor nodig. Want wij hebben een prullenbak die heeft de grootte waar je echt serieus een fucking like in kan weggooien. 60 liter zakken gaan daarin. Hoezo kan je zoveel erin kwijt? Maar is het dan weer zo'n hels karwei om die zakken eruit te krijgen? Iedere keer trek ik een stukje plastic kapot. Voordat ik überhaupt ding uit die tombe heb gekregen. En toen ik eindelijk zo slim was om van die zakken te kopen met zo'n lusje bovenin, kwam ik er ook achter dat de band tussen Gerard Joling en Gordon nog sterker was. Wat een slappe hap is dat dan? Dat is toch geen goede reclame, jongens? Maar waarom is dat niet in verhouding dan met dat lusje, met de kwaliteit, als het 60 liter is? Dat is mijn gewicht. Ik kan gaan hangen aan zo'n touwtje aan de bovenkant van een klif. Nou, dat is het laatste wat ik doe, hoor. Doei! Gezellig, was leuk. Toch niet helemaal lekker berekend, jongens. We moeten iets betere kwaliteit. Want dit proefpersoon is nu, ja, bijna. Ja, oh, ja, ze is nu kapot geslagen op die keien. Daar heb ik ze nu een plas bloed ontstaan. En dat gele lintje van ons. Ja, die kleur is wel goed. We kunnen wel die kleuren zo houden. Weet je wat echt super pijnlijk is? Als die zak dan lekt en je hebt het niet door. En je hebt door je hele huis maar een sap verspreid of zo. En dan kom je dan pas achter, wanneer je er doorheen bent gelopen. Met je slofjes. Even naar boven, spulletjes in de wasdroger doen. Weer naar beneden. En dat je in één keer denkt, hey, waarom bijt dat vocht mijn hele parket weg? Dit is maar de sap. Ja, dat is heel heftig spul. Bijt overal doorheen, man. En fiets heel anders, hè. Soms spreek ik een vriendin en dan zeg ik, hoe was je weekend? Nou, die vent van mij heeft dit weekend eventjes de badkamer helemaal omgetegeld. Andere badkuip erin en een lekkere stortdouche geplaatst. Ja, hij was zo lekker op dreef. Hij denkt, weet je, knal er meteen even een dakkapelletje in op zolder. Had hij hout over? Timmert hij even een schuurtje in elkaar achter? Want ja, hij heeft gewoon te veel gereedschap. Tuinierspullen. Wat we gewoon niet meer in onze berging weg kunnen stouwen. Oh, leuk. Maar eigenlijk denk ik, hou je bek! Hoezo vertel je dit? Zie ik eruit als iemand die graag wil weten dat jouw vent dat allemaal doet? En dat je het stiekem misschien weet dat mij niet eens het verschil weet tussen een dikke en een dunne fitting? Ik zeg laat tegen hem in de supermarkt, hey, we moeten even een peertje halen voor in de gang. Goh, ze loopt gewoon met de kar en al naar het fruit. Dit is niet te doen hoor, jongens. Die breekt nog een lineaal bij het trekken van een streep. Die is echt wereldvreemd met alles wat te maken heeft met Bob de Bouwer. Hij wordt ook misselijk ervan als het op tv is. Hij denkt, oeh, ik kan hier niet naar kijken. Nee, dat begrijp ik. Je snapt er helemaal niks van.